De druk op het college van Schagen wordt groter om het nieuwe standplaatsenbeleid aan te passen. Belangrijkste knelpunt zijn de twee vishandelaren die nu samen 5 dagen per week een plek hebben op de Nieuwstraat. Het college wil dat terugbrengen naar 2 dagen. Ze willen onze vergunning intrekken van samen met Peter Ploeger dan van 5 dagen naar 2 dagen. Ja, dat is voor ons is dat niet zo gunstig. Ze willen ons op een plek hebben die als ongeschikt is verklaard door de raad. 2 dagen mogen we naar de Lange Straat. Ja, dat neemt hoop voet in haar om die kar weer weg te krijgen en weer neer te zetten. Ja, dat is voor ons bijna onmogelijk om dat met personeel te regelen. Want leg dat proces eens uit. Jullie staan hier, jullie bakken hier, de frituur zit vol vet. Ja, dat moet er allemaal weer uit. Je moet vroeger stoppen. Wat ook natuurlijk nadelig is voor ons. Je moet vroeger je bed uit, je bed later thuis. Jullie staan hier al vele jaren, hè? Volgens mij staan jullie hier al 20, 30 jaar? Wij staan hier 30 jaar. En onze collega's Peter Ploeger staat hier 20 jaar. En dat is, dat willen wij graag op deze plek voortzetten. Want waarom is deze plek voor jullie zo belangrijk? Nou, hier heb je de loop op deze locatie. Je hebt hier klanten die voorbij lopen, die even een visje meenemen. Je hebt hier op donderdag de markt. In de zomer heb je heel veel Duitse klanten die aansluitend op de markt hier ook komen. Wat voor ons ook heel gunstig is. En die loop die mis je gewoon enorm op de Lange Straat. Dat is een stuk minder aantrekkelijk voor die mensen om daarheen te gaan. Er zijn 2 redenen dat de viskramen minder dagen krijgen op de Nieuwstraat. De eerste is klachten van 2 bewoners over geuroverlast. De 2 omwonenden die last hebben, die last blijken te hebben. Ja, daar is geconstateerd door een geurrapport dat er geen sprake is meer van geur in er. Ze stonden eerst dichter bij zijn woning. Toen is de kraam dus verplaatst meer van zijn woning af. We staan nu ongeveer op 80 meter afstand. Ja, eigenlijk volgens de Milieuwet is er vanaf 50 meter al geen sprake meer van een geuroverlast. Maar we staan er dus 80 meter nu vanaf. En op de andere locatie waar wij komen te staan, wordt de afstand nog groter. Komt er nog een meter of 30 bij. We hebben gevraagd tijdens een werkbijeenkomst aan de meneer Kramer of hij vroeger last had van ons op onze oude locatie. Nou, blijkbaar had hij daar nooit problemen mee. Dus hebben wij gevraagd of hij het een kans wil geven. Als wij teruggaan richting onze oude locatie. Dat heeft hij toen tijdens de werkbijeenkomst heeft hij toegezegd dat hij dat een kans wil geven. Maar daar komt hij nu op terug. Ja. Hij komt er nu helaas op terug. Ja, wij hopen dat hij daar ons nog een kans wil geven. De 2e reden is het Baccaro Centrum. Die willen de zandplaatsen zo ver mogelijk van het overdekte winkelcentrum af hebben. Ja, hij wil een viswinkel in hebben. En die wil hij graag verhuren. Dat snap ik. Kijk, wij zitten er een beetje tussenin, tussen 2 klagende omwonenden en tussen een projectontwikkelaar die ons eigenlijk niet naast de deur wil hebben. Maar ja, voor ons is dat onbegrijpelijk dat we weg moeten, want we staan hier al zo lang. Onze klanten die vinden het prettig dat we hier zijn. En ja, wij willen dat graag zo laten. En hoewel het standplaatsenbeleid een bevoegdheid is van het college, gaat de gemeenteraad er binnenkort mogelijk toch over in debat. Een verzoek daarvoor kwam afgelopen week, onder andere van Wens voor U. Wij hebben de raad om hulp gevraagd. Want zonder de raad hadden wij hier nu al niet meer gestaan, laat ik al vooropstellen. Dan waren de standplaatsen nu verdeeld onder locaties die totaal ongeschikt zouden zijn verklaard. Dus ja, daar danken wij hun voor. En daarom beroepen wij ook ons nog een keer op de raad om te heroverwegen met de gemeente samen om de nieuwe locatie een kans te geven. En wat als het blijft zoals het nu is? Stappen de standplaatshouders dan naar de rechter? Wij hopen eigenlijk dat het niet zo ver komt, want wij hebben wel vertrouwen in de gemeente en de raad. En als ze alle raadsleden misschien in ons voordeel zijn dat ze zeggen, ja, laat het ze proberen, geef ze een kans. Want we weten helemaal nog niet of de omwonenden last hebben op die locatie. En het gaat om 2 omwonenden, ze hebben allemaal getekend. De mensen die hier 10 meter van ons afwonen hebben geen last. En we gaan straks naar een afstand van bijna 120 meter. Alsjeblieft, probeer het. Weet je, we kunnen het op zijn minst een kans geven. Misschien hebben ze helemaal geen last meer. En ja, kijk, concurrentie met vishandelaren. Schoehuizen heeft ook jarenlang bestaan hier in Schagen, samen met ons. Dus ja, ik begrijp niet waarof daar dan een probleem ligt. Naar de mening van de bewoners van Schagen hoeven we niet eens te vragen. Spontaan nemen ze het op voor de standplaatshouders. Hij staat hier goed en de mensen zijn blij met hem. En dan moet je gewoon zo laten. En dan moet je gewoon, die jongen heeft het afgesproken, klaar. Gewoon staan laten. Die visboeren kibbel hier dan. Gewoon belachelijk.
We staan dan een beetje een brood te verdienen en de gemeente zegt nou. Wij zijn blij met hem, we willen hem niet weg. We willen hem op zijn hier laten staan. Dat is toch niet zo moeilijk.